Paragraaf 2.1 heet het liberale tijdperk, maar ik vind die titel eigenlijk een beetje ongelukkig gekozen. Want ja, deze paragraaf die gaat eigenlijk niet eens zozeer over de liberalen, maar het is meer een soort inleiding op wat we in hoofdstuk 2 kunnen verwachten. En de vraag die voor paragraaf 2.1 gesteld staat, namelijk hoe werkt het parlementaire stelsel tussen 1848 en 1919, ja, die geldt eigenlijk meteen voor het hele hoofdstuk. Want door die grondwetswijziging van Thorbecke in 1848 en door de opkomst van de industriële samenleving in Nederland gaat de Nederlandse politiek sowieso veranderen. En in deze paragraaf dus een aantal algemene kenmerken. En die hebben dus te maken met het parlementaire stelsel. Een politiek stelsel waarbij het parlement dus heel erg belangrijk is, de volksvertegenwoordiging. En door die grondwetswijziging van Thorbecke was de volksvertegenwoordiging een stuk belangrijker geworden, met name de Tweede Kamer. Die heeft duidelijk de meeste invloed in de Nederlandse politiek gekregen. En die Tweede Kamer, ja, die zag er eigenlijk als volgt uit. Hier zie je eigenlijk een beetje een voorbeeld van de verschillende groepen die daar ineens nu met elkaar moesten gaan discussiëren over allerlei wetten die zouden worden aangenomen of niet. Daarvoor hoefden ze dat nooit te doen voor 1848, want ze hadden nauwelijks invloed. En nu kregen ze ineens wel een taak. En ja, wie zaten er dan in die Tweede Kamer? Dat waren eigenlijk verschillende groepen en die zie je in dat stripje eigenlijk al voorbij komen. Als eerste de conservatieven. Dat waren de mensen die vaak voor 1848 sowieso ook al in het parlement hadden gezeten. Zij wilden alles graag conserveren, behouden, laten zoals het is dus. Er moest niet te veel veranderd worden, daar waren de conservatieven op tegen. Een tweede groep die we in het parlement tegenkomen zijn de confessionelen. De vertegenwoordigers van de katholieken en de protestanten in de politiek. En die confessionelen die willen een samenleving op basis van het geloof. De normen en waarden die een belangrijke rol spelen in het geloof moet ook een belangrijke rol spelen in de politiek en in de samenleving, vinden de confessionelen. Derde groep zijn de liberalen, daar hebben we het al over gehad in het vorige hoofdstuk. Die staan dus vooral voor die individuele vrijheid. En de laatste groep die ook op zal komen zijn de socialisten. En die socialisten die gaan zich vooral, die gaan vooral strijden voor een verbetering van het lot van de arbeidersklasse. Die vier groepen die kwamen dus tegenover elkaar te staan. En die hebben dus vier heel verschillende uitgangspunten. En je zou zeggen dat dat dan heel erg zou botsen in het parlement na 1848. Maar in eerste instantie deed het dat eigenlijk nog helemaal niet. Er waren eigenlijk maar weinig tegenstellingen tussen die Kamerleden, ondanks dat ze allemaal verschillende beginselen, verschillende uitgangspunten hadden. Ze zijn dus heel verschillend, maar toch kwamen ze er altijd wel uit in de Kamer. Hoe kan dat? Nou, daar zijn verschillende redenen voor. De eerste plaats waren er nog geen politieke partijen in die tijd. Kamerleden hoefden nog niet het belang van een bepaalde partij te vertegenwoordigen, maar zij konden op individuele titel spreken. En daardoor zie je dat er ja, hoogstens wat losse verbandjes ontstonden, maar niet echt groepen die tegenover elkaar kwamen te staan in die Tweede Kamer. Tweede reden die heeft er eigenlijk mee te maken, dat is het zogenaamde districtenstelsel dat ook in die grondwetwijziging van Thorbecke werd vastgelegd. Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer werd de Nederland verdeeld in zogenaamde kiesdistricten. Ieder district mocht één lid van die Tweede Kamer leveren. Nogmaals, er waren dus nog geen landelijke partijen en daardoor vond er dus ook geen partijvorming plaats in die Tweede Kamer. De derde en misschien wel de meest belangrijke reden heeft te maken met dat censuskiesrecht. Door dat censuskiesrecht kwamen alleen leden van de gegoede burgerij in bestuur en bijvoorbeeld dus in die Tweede Kamer terecht. En ja, dat waren mensen die uit dezelfde klasse kwamen en die ondanks verschillende beginselen toch wel een soort gemeenschappelijke achtergrond hadden, namelijk hun achtergrond in de gegoede burgerij. Maar ja, Nederland veranderde ondertussen wel. De industriële samenleving komt op, zullen we later nog op terugkomen in hoofdstuk 2, en daardoor wordt de kleine burgerij en de arbeidersklasse ook belangrijk. Zij gaan namelijk steeds meer verdienen, zij krijgen het steeds beter, zij worden dus belangrijker in de rol als consument en zij gaan dus ook een plaats in het bestuur opeisen. En zij gaan zich dus steeds vaker de vraag stellen, wie vertegenwoordigt ons dan eigenlijk in de politiek? En over die laatste vraag, daarover gaat eigenlijk een groot gedeelte van de rest van hoofdstuk 2, waarin verschillende politieke stromingen aan bod zullen komen.